Hallo, kijk zo niet. Ik ben Mark en ik ben vandaag weer met de architect. Vorige week ben ik hier gebleven waarbij we weer een nieuw gevangenisje zijn. Of ja, bezig zijn om mee te bouwen. Dus ja, ze zijn nu in ieder geval volop bezig om alles even neer te zetten. Dus ik laat ze dat gewoon even doen. We hebben dus nu ook al 8 gevangenen. Ook al kunnen we daar nog niet echt veel mee, omdat we gewoon nog niet alles hebben. Maar ik denk dat dat wel goed komt, hoop ik. Even zien, zou je ze eigenlijk al kunnen zien, die gevangenen, of staan ze hier buiten nog ergens? Er zijn geen lege cellen voor deze gevangenen. Nou, er is een tijdelijke cel. Nee, maar ik denk dat ik deze aflevering dan gewoon ga beginnen met, even kijken, de blauw drukken. Want ik denk dat ik dan gewoon een cellenblok ga bouwen die dan... die van buitenaf weer naar binnen moet. Dus niet dat dat dan gewoon aan dat gebouw zit. Weet je, duidelijk is. Zo wil ik dan ongeveer zo hebben dat het dan... hier dan een gangetje doorkomt waar je dan weer naar buiten kunt. Oké, dit is dan 12 meter. Dus deze moet dan ook 12 meter worden. Ik denk zoiets dat dit wel een goede cellblok is, of ik teken het gewoon even zo. Ja, gewoon zo dus. Overschrijd dagelijks budget, dat is jammer. We moeten gewoon wachten dus. Oké, en eens kijken, wat voor cellen moeten we dan eigenlijk allemaal neer gaan zetten hierin? Lijkt me een beetje van die normale cellen, toch? Zoiets. Oh, niet zo. Kak, dat komt net niet goed uit. Dat is jammer. Oké, dan maak ik er gewoon eentje minder lang. Dan zal het wel goed moeten komen. Nee, niet zo. Krijgen ze dan ook in ieder geval meer gevangenen, dus dan kunnen we op zich weer bouwvakkers aannemen. Kan. Ik zeg niet dat het hoeft, maar het kan. Ik denk dan... Hier komt dan lege cellen, dus er moet hier weer een gangetje komen. Hoe heb ik dat hier gedaan? Hier een gang. Hier een gang? Ik heb geen idee. Wat moet die cellen worden? 2 bij 3, ja dat klopt. Dus dan komt dat ook weer niet goed uit, of wel? Waarom zo moeilijk? Oké, hier komt dan de gang. Komen hier cellen?
Blijf gewoon even tekenen. Zoiets. Zo, 20. Dat lijkt me toch wel wat beter. Gaat in ieder geval wel wat sneller. Oké, dus dan komt hier allemaal van die deurtjes in. Als het goed is, moet hier dan ook weer deur in komen. Er moet hier een gang komen. Oké, nee, dan wil het wel werken, ja. Top, we hebben een subsidie klaar. Zet er gelijk weer even een nieuwe aan. Oh ja, die kantoren die moesten we ook nog even gaan inrichten. Dus laten we dat gelijk maar even doen. Hot, hot, hot. Oké, deze die zetten we dan allemaal zo neer. En dan deze allemaal hierheen. En deze zetten we dan gewoon weer aan een nieuwe boiler, denk ik. Die natuurlijk ook weer voorzien moet worden van water. Gelijk even tekenen. Hoppakee. Dat is het celblok. Wat nou weer? Nu al iemand dood? Dat hij een overdosis heeft gehad. Ja, nee, duidelijk. Die had ik toch allemaal aangesloten? Oké, nee, ja, dat doe ik wel.
isoleercellen, die moeten we natuurlijk ook af hebben. Zoiets. Oké, deze sluiten dan zo mooi even aan. Komt alleen niet hier in het midden goed uit. Een zieke boeg, ja, kan nog wel. Oké, moet als ik alleen nog die waterleiding even aansluiten, maar dat komt hopelijk wel goed. Zo, en dan moeten we ze dan alles weer even aanpassen naar baksteen, maar oké. Zo. Nou, hier even. Kijk, ik zet hier ook gewoon even wat. Oh fuck, nee, niet dat. Dat is toch niet bij.
Oké, dan moet dat wel goed komen, hoop ik. Oké, we hoeven in ieder geval niet mensen dadelijk de hele tijd door die gevangenisdeur heen. Oké, ik ga ook alvast eventjes een plek maken voor de ziekenboeg en zo. Ik denk dat we dat hier neer gaan zetten. Voor de ziekenboeg. Ontsnapping, hè? Hoe dan? Ja. Oké, zo, ik zet dat ding daar dus neer. Even wat veiliger maken dat het gebeuren. Ik weet niet eens hoe die. Was wezen ontsnappen, maar dat mag niet. Oké. Kijken wat allemaal unlocked. Oké, maar ik ga nu deze aflevering weer afsluiten. Ik hoop het leuk vonden. Geef like op mijn kanaal. Zie ik volgende keer weer. Later.